En dit ga ik dus naar het verlaten klooster van Valkenburg. Het is echt een fucking groot klooster. Komt hier normaal niet in, want je ziet aan de camera's en alles. Alles is dichtgetimmerd. En dan hangt ook een alarm binnen. Maar ik krijg dus binnenkort een rondleiding voor dit gebouw. En dan kan ik het wel laten zien van binnen. Maar zonder rondleiding kom je hier niet in. En hier bij het klooster staan ook borden dat dit een nazischool was geweest. In 1942 werden hier jongens opgeleid om voor Hitler te werken, voor de nazi's dus. En in 1944 werd het weer overgenomen door de Amerikanen. Hier zie je al een stuk hoe groot het klooster is. Ik ben bij mij in de buurt en ik bouw er al heel lang naar binnen, dus nou wordt het eindelijk tijd dat we binnen gaan kijken. Zo, ik ben hier op de tweede verdieping. Hier hangen ook nog oude lampen. En de Exploring the Unbeaten Pad is ook hier. Daar stond ik net naast. De tuin laat me een beetje denken aan Monastère Antoinette. Dat het zo overgroeid is. Er is alleen geen houten kruis. Hier is een of andere koepel, die groene koepel die boven op het dak zit. Is een beetje rot. Het zijn de gevangenissen, hè?
klooster is volgens mij al bijna 20 jaar verlaten. Ze wilden er een hotel van maken, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Hier hebben blijkbaar ook mensen geslapen. De stroom zou erop zitten, want ik zie dat hier. En waar zouden die mensen hebben geslapen? Er worden nu rondleidingen gegeven. Maar ik denk dat ze dan hier met toestemming mochten slapen. Of het was misschien de beheerder zelf. Dat kan ook. De deur heeft dichtgeslagen. Dat is gewoon heel onstevig. Kijk dit. Hier is de kerk. Die was volgens mij later bijgebouwd. Hier zie je ook zo'n camera hangen. Dus normaal kun je hier eigenlijk bijna niet komen. Het is wel heel veel klooster. Ik ben ook daarboven en die komt er geweest.